Welkom in de 29e sessie over het OLOTPOD 2 vanuit Studio 9, waar wij nog volop bezig zijn met het bespreken van bijzonder discrete kansverdelingen en in het bijzonder de Shifted Geometric Distribution, of kortweg in de lesnotas genoemd geometrische verdeling. We hebben daar van alles over besproken en nu is de hoogste tijd aangekomen om eens te gaan kijken naar een concreet voorbeeld. We pakken het voorbeeldje oefening 3, 2, 5, 8 aan, wat in mijn lesnotas die ik heb gedownload in de PDF op pagina 63 staat. Voilà. Laten we even de opgave hier lezen, dus dat we dat kunnen aanpakken. Een webrobot zoekt naar een bepaald sleutelwoord in een reeks van onafhankelijk gekozen pagina's. Ik hoop dat iedereen toch weet wat een webrobot is, dus eigenlijk een soort van software die dus een bepaalde taak uitvoert en die dus een taak over het internet en dus wat die taak is, wordt hier zo dan beschreven. Men gaat ervan uit dat 15% van de webpagina's dat sleutelwoord waarnaar gezocht wordt, en wat is een sleutelwoord? Wel, we dat ook eigenlijk woord kunnen noemen. Hè. Een sleutelwoord, het belangrijkste woord in de zin of een tekst, het woord dat centraal staat, dat als basis gebruikt wordt voor analyse en synthese van tekst, zeg maar een woord. Ja. Dus men gaat ervan uit dat 15% van de webpagina's dat woord bevatten. Dus men gaat ervan uit, dat is ook weer natuurlijk weer zo wazig, zo vloe. Dus daar mogen we uit concluderen, maar ja, dat staat er niet, en dus dat kan toch al verwarring scheppen. Dus dat de kans, hè, dat is dat kans, hè, dat het woord, het sleutelwoord, het S-woord, hè, op de pagina staat, op de pagina, op de webpagina voorkomt, voorkomt, en ik heb je ook gezegd al, in vorige oefeningen, werk fractioneel, hè, dus 0,15, en daarna kunnen we nog altijd terug naar percent overgaan, ja. De kans. En dan is het woordje kans gevallen, want het moet een kans voorstellen. Anders kunnen wij in onze kansrekening daar niets mee doen. De vraag is nu, wat is de kans dat de webrobot een webpagina vindt die het sleutelwoord bevat in de eerste 5 bezochte websites? En dus die begint en die gaat dus op een of ander algoritme zich weer baseren om dus van website naar website te gaan. Het staat er wel expliciet bij dat dus die onafhankelijk zijn van elkaar. En dat is wel belangrijk om te vermelden, hè, want dus als jij bijvoorbeeld aan het surfen bent, gewoon of ongewoon aan het surfen bent, ja, dan gaat jij waarschijnlijk van de ene link van de pagina naar de andere hyperlink van een pagina en zo verder. En dan kun je niet, ik hoop dat je dat kunt zien, niet spreken van onafhankelijkheid, hè, want de keuze die je dan daarna gaat maken zal zwaar afhangen van de keuze die je ervoor hebt gemaakt. Ik hoop dat je dat kunt inzien. Wel, die webrobot zal er dus voor zorgen dat dat niet gebeurt. Dus op een of andere manier slaagt hij er toch in om dat onafhankelijk te doen. Oké, het is niet aan ons nu in dit OLOT om dat te gaan bespreken, hoe dat moet gerealiseerd worden. Dat kun je eigenlijk beter als ik, maar dat is dan voor een ander OLOT of ander vak. Wij gaan ons nu concentreren en dat kan ook wel belangrijk zijn. Dat kun je dan in een ander vak u eventueel afvragen. Wat is nu de kans dus? Ik herhaal dat de webrobot een webpagina vindt die het sleutelwoord bevat in de eerste 5 bezochte webpagina's. Dan B, wat vragen ze dan? Hoeveel webpagina's moet de webrobot gemiddeld bezoeken om een webpagina te vinden die een sleutelwoord bevat? Dat is ook wel een interessant vraag, dat zou ik wel een keer willen weten. Ja? Ik hoop jij ook, hè? Als je weet dat je 15% kans hebt. Wel, laten we dat aanpakken. Hè? Hoe moeten we dat aanpakken? Wel, ik heb ervoor een Excel-sheet klaargemaakt. Laten we daarnaar gaan kijken. Ik geloof dat ik ook op die Excel-sheet een beetje voorbereidend werk heb gedaan. Dus met andere woorden, de opgave, ik hoop dat ze groot genoeg is gemaakt, staat hier ook voor u klaar. En dus dat kunnen we dus nog gebruiken. Dus een webrobot zoekt naar een bepaald sleutelwoord in de reeks en zo verder. Blablabla. Dus het eerste wat jij moet doen, is uw stochast gaan vastleggen. Ja? Dus jij moet en de stochast is de kans veranderlijk. Want als jij dus in die oefening geen enkele stochast of geen enkele grootheid, variabele kunt vastleggen die van het toeval afhangt, ja, dan is die oefening voor iets anders bedoeld. Dan is dat niet voor kansrekening. Dus wat is hier de van het toeval afhangende grootheid? Wel, ik heb het voor u al een keer klaargemaakt. Ik hoop dat je het daar kunt zien. En het is dus het aantal onafhankelijk van elkaar bezochte webpagina's al voor er één te vinden met een bepaald sleutelwoord. Ja. Waarbij de kans om het sleutelwoord op de webpagina te vinden 15% bedraagt. Ja, dat is een hele boterham natuurlijk, akkoord, maar dat kan ik perfect uit die opgave halen. En dat is inderdaad een van het toeval afhangende grootheid, want dat aantal, de eerste keer ga beginnen zoeken, en dan misschien vindt de man naar de eerste pagina al dat sleutelwoord, de tweede keer misschien na pas de 10e pagina, dus dat kun je toch inzien, hoop ik, dat dat van het toeval afhangt. Maar je zou natuurlijk ook dat korter kunnen omschrijven, je zou kunnen zeggen, kijk, die x, dat is het aantal bezochte webpagina's, akkoord, vooraleer je een eerste succes hebt.
Dus korter kun je dat ook zo, als je weet wat je bedoelt, kun je het ook zo schrijven. En nu dat we dan weten dat dat inderdaad van het toeval afhangende grootheid is, is de volgende vraag, ja, heb je hier te maken met een discrete of een continue grootheid? Want je wilt natuurlijk gaan kijken, kan ik dan eigenlijk in mijn lijstje van bijzondere kansverdelingen er eentje uithalen, want dat gaat natuurlijk het bepalen van de kansen, het berekenen van de kansen, vergemakkelijken. Zodanig dat je niet moet teruggrijpen naar dat hoofdstuk 1, grondbeginsel van de kansverdeling. Wel, natuurlijk, het is nu een oefeningetje bij dit hoofdstuk, dus het is nog redelijk duidelijk dat we weten waar dat we naartoe moeten. Het zal een discrete stochast zijn en geen continue, laten we het daar over eens zijn. Maar het is inderdaad ook wel zo, dat dat dus op een examen toch wel eens een bezorgdheid is die je echt moet meepakken. Ik heb je al gezegd, wanneer er het aantal staat, ja, dan moog je dus in 90 van de 100 gevallen zeker zijn dat het over iets discreet gaat. A kan het dan ook continu zijn? Ja, er zijn wel wat uitzonderingen, maar daar ga ik nu niet op ingaan. Maar hou het dus altijd goed in de gaten. Bon, als het dus een discrete grootheid is, dan kunnen we ons afvragen, voldoet ze aan een van de bijzondere verdelingen die we tot nu toe hebben gezien? De Bernoulli-verdeling, de binomiale verdeling of de shifted geometric verdeling? Ja, en dat moet je een beetje baseren op wat je weet, natuurlijk, wat je kende. Ik heb je al gezegd, de Bernoulli-verdeling komt zeer zelden voor. We spreken er ook niet echt over een aantal, hè. Puur over mislukking en over succes, ja. De binomiale verdeling, dan moet het aantal vastliggen. Je moet die n dan kunnen opschrijven. Dat kunnen we niet, want het is juist dat we zoeken, dat aantal. Ja, in ons geval het is een beetje natuurlijk, hoe zal ik zeggen, filosofisch, maar dat is het nog maar één die overschiet en dat is de geometrische. Ja. Dus we weten dat we met de geometrische hebben te maken en dus met andere woorden gaan we ons daarop concentreren. Ja. Dus, wat dan? Wel, dan moeten we gaan kijken, oké, kunnen we iets zeggen misschien over de uitkomstenverzameling? Ja, dat kunnen wij, want dat weten we. Dat is eigenlijk voor elke shifted geometric dezelfde. Ja, dat staat hier niet, maar dus moet ik het nu wel typen. Dus zal ik het ook typen. Maar dat begint bij 1. Namelijk, het kan al zijn dat ik de webpagina heb gevonden met het juiste woord. Gevonden met het juiste woord na 1 pagina. Het kan zijn dat dat pas na 2 pagina's is. Na 3 pagina's, na 4 pagina's. Pas op, dat hoeft niet bij 5 te stoppen. Hè. Dat kan soms nog verder gaan. 7, 8 en zo verder. Hè. Dus 9, ja, kom aan zeg. En dan natuurlijk kunnen ze oneindig lang verder gaan. We kunnen dus de verzameling niet volledig opnemen. Opsommen, maar we kunnen wel zeggen, oké, dat zijn dus eigenlijk, als je dat dan wilt, dat is dus met andere woorden, de strikt positieve, goed opletten, de strikt positieve, maar Jeroen, dat is niet goed, dat zijn de strikt positieve natuurlijke getallen, hè, dat weten wij wel, dat moet het zijn, ja. Wel, als we dat weten, dan kunnen we ons, en we weten dus dat het gaat over een geometrische, shifted geometric distribution, ja, dan moeten we onze parameter gaan opstellen, dan moeten we die P gaan kennen. Maar dat staat in de opgave, hè? Namelijk 15% kans op succes. Dus pas op, werk fractioneel heb ik u gezegd. En dus dat wordt bij ons 0,15. Ja, en dan hebben we eigenlijk alle ingrediënten om die functie te gaan opstellen. Ja. En dus kijk, heb je die al met tabellen klaargemaakt. Dus ook in een Excel of op een examen zou je dus zo aan de slag kunnen gaan. Ik heb niet gezegd dat je zo uitvoerig moet alles noteren. En ook die tabel die ik zo meteen ga maken, dat je die effectief zo uitgebreid moet maken. Want zoals je weet, in principe kan ik die tabel laten doorlopen door die plus oneindig. Ja, dat ga ik niet doen, want dan is eigenlijk er niks meer aan, niks meer anders te doen. Maar we moeten dus beginnen, niet bij 0, maar bij 1. Hè. En dus dan gaan we naar de 2. De waarde en zo verder. Dus hier ga ik ze even doortrekken, maar ik ga even, hè, dus en zo verder. Maar ik ga natuurlijk ook proberen meteen die kansfunctie die hier staat op te schrijven. Ja. Dus met andere woorden, wat is dat? Hè? Wel, het is 1 minder kans op succes en die staat hier. Die ga ik ook meteen vasthouden. Ja. En die moet ik blijkbaar verheffen tot welke macht? Wel, tot de macht I. Tot de macht I min 1. Pas op, ik kan beter haakjes gebruiken om geen errorkes te hebben. Dus I min 1. Voilà, ja, ik hoop dat je dat ziet. Dus I min 1. En dat moet je nog eens vermenigvuldigen met die kans zelf. Op deze manier, ja. Voilà. En ik hoop ook dat je ziet dat dat inderdaad klopt wat daar staat. Dus dat is al een geruststelling in zekere zin. Want inderdaad, de kans dat die webrobot na de eerste pagina het woord gaat vinden, het sleutelwoord gaat vinden, ja, dat is toch 15%, daar zijn we toch over één, want het wordt hier gezegd in de opgave. Dus dat staat hier ook, en dat is voor ons toch wel een stukje geruststelling. Het enige waar we misschien nog een beetje kunnen om bekommeren, is over het afronden, hoe nauwkeurig moet je zijn. Ik heb niet gezegd dat je per se moet ook dezelfde afrondingsnauwkeurigheid gebruiken, maar let op een examen wat er daar juist gevraagd wordt. Hè. Ik heb daarover gesproken in een vorige oefening, dus hou daar toch rekening mee. Dan kunnen we hier al beginnen, dus die kansen al te gaan voorstellen. Kijk, maar ik ga ook dit kolommetje meenemen, dat is dus een cumulatieve distributiefunctie, onze kansverdelingsfunctie, en ook die dus kunnen wij gaan opstellen.
En dus dat betekent dat we dus dat op deze manier kunnen gaan doen. En dus nu kunnen we naar beneden gaan trekken. Ja, dus nu kunnen we dat verder gaan uittrekken. En dat ga ik dan ook doen. Voilà. Ja, ik kan niet tot in plus oneindig gaan. Maar ik zal er toch nog een klein beetje naar beneden gaan. En waar kom ik dan uit? Als ik me niet vergis, wel, ja, waarom niet? Hier, hè. En ik zal dus hier misschien stoppen. En misschien nog eentje verder. Wat, dan kom ik juist aan 90 blijkbaar. En wat stellen wij vast? Wel, wij stellen vast dat we blijkbaar niet slecht bezig zijn, in de zin dat dus die cumulatieve distributiefunctie, die dus hier staat in kolom G, dat die dus naar 1 neigt, maar die raakt daar precies niet. Ja, ik heb op 6 cijfers nauwkeurig gewerkt, kijk, en vanaf 79, en dus als je na 79 pagina's moet die webrobot gaan om dus een eerste keer dat sleutelwoord te vinden, wel, die kans die is ontiegelijk klein geworden. Die is nog niet nul, hoor, die is nog niet nul, maar als je die afrondt op 6 cijfers, dat is toch al niet slecht, hè, als je die afrondt op 6 cijfers, dan zult je zien, roest, ik wou dat hier vastpakken, dan zult je zien dat die uiteindelijk doe ik dat hier juist. Op 6 cijfers is hij nog altijd 0. Maar moest ik misschien wat meer cijfers hebben, dan kan ik er misschien toch nog iets van brouwen. Ik weet het niet. Het is inderdaad niet zo gemakkelijk. Dus dat komt natuurlijk ook, omdat ik, ja, ik weet al waarom, omdat ik ervoor heb afgerond. Hè. Dus dan neemt die nauwkeurigheid niet meer mee. Ik zal misschien toch nog heel even verder proberen. Nee, het lukt niet. Maar dus hier, in dit geval, wordt de kans zo klein, dat dus hier eigenlijk, ja, die is er nog, hoor. Let op, hè. Dus dat is niet exact 0. Maar dus, dat betekent dat we dichterbij 1 gaan geraken, maar er niet helemaal gaan geraken. En de kansen worden hier dus wat groter en we zien dus dat we zowel dus de PMF, de kansfunctie, als de kansverdelingsfunctie hebben opgesteld. Hoe zouden we die ook kunnen voorstellen in een assenstelsel? En wat gaan we dan zien? Wel, dat gaat natuurlijk wel, ja, rommelig ga ik niet zeggen, maar dat gaat wel heel veel worden. Ik heb u ook al gezegd trouwens dat Excel daar misschien niet de meest interessante tool voor is, maar ik ga een keer kijken wat ik hier heb. Ja, ik ga naar hier gaan, dat zal gemakkelijker zijn. En kijk, hè, dus wat zien we hier? Wel, het wordt natuurlijk wel door de hoeveelheid van waarnemingen, gaat dat hier dus gestaag naar beneden gaan, ja, en zal dus die cumulatieve distributiefunctie, ja, die komt van 0, maar dat is hier moeilijk te zien, en die zal dan asymptotisch naar 1 gaan, ja. Als jij toch zegt, ja, maar ik wil toch eigenlijk een keer eens wat duidelijker zien hoe dat zo'n, zo'n functie er dan uitziet. Ik dacht dat ik toch ergens dat had klaargemaakt. Kijk, dit komt nu van de deze website, dus dat is de Wikipedia-site in het Engels, waar dus de, dit is dan pas op de Shift Geometric, hè. Daarnaast, ik heb je niet getoond, staat dan de Native Geometric, en je ziet dus dat eigenlijk dit, die puntjes zijn wel verbonden, maar de enige reden is om te zien welke er met elkaar verbonden zijn, want dat mag in principe niet, het is een discrete verdeling, maar zo ziet jij dus dat die eigenlijk dalend is, en sowieso is dus de cumulatieve distributiefunctie voor een, discrete stochast een niet dalende trapfunctie, en hier ziet je dan afhankelijk van de p-waarde, hoe dat die er in de buurt van de oorsprong ongeveer uitziet, ja. Voilà, dit even als tussendoor. Ik keer terug naar mijn oefening. Ik laat dus de grafiek voor wat ze is, en ga naar de vragen die gesteld worden. En wat zijn de vragen die gesteld worden? Wel, wat is de kans dat, en dus dat gaan we nu proberen te beantwoorden, stilletjes aan boter bij de vis. Dus hoe groot is de kans dat, ik heb u gezegd, probeer te schrijven wat er gezegd wordt, dus hoe groot is de kans dat, dus het aantal webpagina's dat moet bezocht worden, en dat is dus eigenlijk dit ding, het aantal webpagina's, al voorheen te vinden, dat dat dus, wat is het, dat dat dus minder dan 5 is, hè. Dus wat is de kans dat de webpagina vindt in de eerste 5 bezochte pagina's, dus minder dan 5 of 5, dus goed opgave lezen. Hè. Ik hoop inderdaad dat we daarover eens kunnen zijn. Dus ik moet eigenlijk op zoek gaan naar, wordt het gevonden in de eerste, in de tweede, in de derde, de vierde, en nu goed opletten, of de vijfde, hè, want die moet er ook bij. Hè. Ja, akkoord, dus de vijfde ook. Nu, als we dat hier schrijven, kom aan, zeg, ik hoop dat jij het ziet, misschien kan ik er toch een of ander lijntje tussen trekken, want ik hoop dat jij ziet dat wij wat hebben hier, wel dat wij dus dit hier hebben, en dat is niks anders, ik weet niet of dat hier gaat lukken, maar dat is niks anders dan dat, hè, waarbij dus x nu vervangen is, ik bedoel dan de kleine, x door 5. Dus met andere woorden, dit is gelijk aan f van 5, ja. Oké, en dan? Ja, die kunnen we letterlijk uit onze tabel halen. Ik hoop dat je dat ziet, hè. Dus dit is gelijk aan, en we kunnen misschien een i-steken bijzetten, en we kunnen misschien voor de sport, dus dat we het een klein beetje aanschouwelijk maken, dat die steken hier bijzetten, en dus zeggen, oké, die f van 5, die kan ik letterlijk uit mijn tabel gaan halen, dat is deze waarde, en ik zal ze eventueel ook nog een keer highlighten in de andere kleurken, niet te fel ook niet, maar in een kleurken hier, voilà, en ik hoop dat je samen mij ziet, ja, het is een beetje klein hier, dus het gaat er niet op, waarschijnlijk te groot, maar nu wel, hè. Dus het is inderdaad, als je het zou uitdrukken in percent, zal het zijn hoeveel, wel ongeveer 55,63%, ja.
Dus meer dan de 11 van de keren zal hem in de eerste 5 pagina's dat sleutelwoord, dat woord dat je eigenlijk aan het zoeken bent, gevonden hebben. Voilà, dat staat er op het eerste deeltje. Dan het tweede deeltje van die vraag. Wel, laten we daar een keer naar gaan kijken. Daar wordt er gevraagd hoeveel webpagina's moet de webrobot gemiddeld bezoeken om een webpagina te vinden die het sleutelwoord bevat. Wel, dat hebben we ook kort opgesteld. We hebben dus niet het theorema daarachter, of dus de berekeningswijze dat we daartoe komen, samen aangepakt. We hebben gezegd, ja, dat is toch wel niet zo eenvoudig. Denk aan dus die Taylor-reeks waar ik over gesproken heb. Ik heb u ook gezegd dat ik in een aparte sessie dat voor de geïnteresseerden wel een keer wil tonen. Maar het belangrijkste voor ons is dat we dus kunnen vaststellen dat de expected value, zie ook het formularium, zie ook de lesnota's, zie ook de slides, gelijk is aan 1 gedeeld door de kans op succes. Oké. Nu dat we dat weten, en we weten dat het een geometrisch verdeelde is, hè? Misschien toch even er ook expliciet bij zetten hier, dat dat eigenlijk duidelijk is. Hè? Dus dat is hier wel degelijk, ik zal het er een keer bij zetten, het is wel degelijk dus een geometrisch verdeelde, shifted geometric verdeelde, met als parameter dus die 15%. Ik heb u gezegd, pas op, werk niet met procent, dus met andere woorden fractioneel, en dan is dat dus 0,15. Hè? Dat heb ik hier misschien nog niet expliciet bijgezet, maar het is bij deze dan wel gebeurd. Ja? Goed opletten, ja? Nu staat het er wel bij. Dat is dus die x. Ja, dat is die x. Dat is deze x. Dus, nu dat we dat dus exact weten, kunnen we dus nu gaan zeggen, oké, okay, dat betekent dus dat ik dan zeg het, dat ik dus mijn gemiddelde kan gaan breken. Dus de expected value. De expected value, hè, dus wat dat is het toch ook nog altijd. De expected value van die x is gelijk aan mu. Hè, en dus is gelijk aan, met andere woorden, is gelijk aan, we zullen dat hier schrijven. En nu gaan we dat dus berekenen. Ja, dat wordt dan uiteindelijk qua berekening niet zo moeilijk. Dat is altijd zoals je het weet. Ik moet opletten wat ik daar zeg, want niet moeilijk. Dat is een heel relatief begrip, maar het is dus 1 gedeeld door p. P, waar hadden we die gezet? Die stond hier toch ergens, dacht ik. Ja, die kan ik nu net niet zien. Die staat hier, voilà, hier staat die. Een beetje dom. Ik ga dat, wacht, ik ga dat even verfraaien. Dus ik ga hier terug naar hier gaan. Ik ga dat even escapen. En toch, ik weet wel, het is een beetje tijdverlies, maar ik ga dus dat toch hier zetten, zodat je dat ziet, voilà. En dus nu opnieuw dus die kans gaan berekenen, 1 gedeeld door P. En dat blijkt dan 6,666 te zijn. Ik weet niet hoeveel dat je moet afronden. Dus laten we afronden op 4 cijfers. Dus op 4 cijfers, dan pakken we 4 cijfers aan de komma, wat toch al in mijn ogen redelijk veel is hier gezegd. Maar goed, dus kijk ook naar de opgaven als je dat dan moet doen. En wat zijn dat? Wel, pas op, hè. Dat zijn dus webpagina's. Hè. Dus met andere woorden, na, en daarmee dus is mijn vraag beantwoord, na dus gemiddeld 6,66 webpagina's zal uiteindelijk, zeg het, zal dus die gemiddeld dus dat sleutelwoord gevonden zijn. En daarmee is dus ook deze oefening afgelopen en is de essentie van de shifted geometric distribution besproken. Ik heb niet gezegd dat ik daar nog niet op ga terugkomen, maar we moeten ook zien dat we voortgang maken met al de rest nog. Dus voorlopig gaan we het wat deze verdeling betreft hierbij laten.